Hi mensen van YouTube, daar ben ik, Vera, Dogly, met een quiz die ik niet begreep. Hier is niks. Er moet hier wel wat zijn, ja. Zijn paard of zo bang voor iets en I don't know van wat. En het boeit me ook niet helemaal geen flikker waar die voor bang is, zodra die maar bang blijft. En toen was ik ineens stil. Ik weet een leuk trucje om te weten wat voor vriendin of vriend je een vriendin heeft. Wat je voor nodig hebt. Oh shit. Ponycham. Nou, ik breng deze erin. Deze quiz maak ik later af. Wat je voor nodig hebt is dus YouTube, iemand, je vriendin moet YouTube hebben. Of de andere mensen moeten YouTube hebben. Want gisteren ging ik een grap uithalen. Ik ging even kijken naar een video van Judith Kingland, een nieuwe. Zei dat ze op zondag een nieuwe video zou uploaden. Wat ik dus doe. Ik ga naar. Ik ga zeggen van. Weet je. Dit is zo en dat is zo. En ze heeft toen laten zien wie ze allemaal aan de. Ze deden de vriendenlijst per ongeluk open. Wat ik doe, ik ga snel op pauze klikken. En keek in de vriendenlijst. Dus. Toen keek ik en ik zag dat Danielle staan. Danielle Nightrock. En Ron, nee. Dat was ja, Nightrock. Toen zag ik het. Toen keek ik. Zei ik, ben je bevriend met Judith Kingland? Zei ze, nee. Ja, maar waarom? Zei ik, oh, dat wist ik wel. Zei ze, hoe? Ben je hacker? Zei ik, nee, dat ben ik niet. En toen beginnen we. En toen dacht ze, ja, zit je op mijn account, zit je op mijn account, zit je op mijn account. Zeg ik, nee, echt niet, zo heb ik ook weer niet. Anders was ik het zielige hackertje. Anders was ik harteloos. Oké. En met wat bewerk ik nogmaals? Movie Maker. Ik ga zo meteen stoppen. Wat? Marley is populair. Wie is populair? Dat is Torstable. Of Lisa Discofield plus Judith Kingland bij elkaar. Denk wel Torstable dan hoor. Er zijn genoeg mensen die Judith en hun niet twee kennen. Dus ik denk wel dat. Dan denk ik toch wel eerder dat. Ja, en dat is mijn laatste. Oh, oké. Dit was het einde van mijn lijst bij. Doei.